Hoi en welkom bij Leren Fotograferen. In deze aflevering gaan we het hebben over lichtmeting en belichtingscompensatie. Bij lichtmeting komt een klein stukje theorie kijken. Je camera ziet namelijk geen kleur, alleen zwart, wit en grijs. En volgens je camera is zwart onderbelicht, wit is overbelicht en grijs is volgens je camera de perfecte belichting. De lichtmeter in je camera die meet, zoals je begrijpt, het licht in de omstandigheden waarin je fotografeert. En op basis hiervan kies je dan de juiste waarde voor je ISO, voor je diafragma en je sluitertijd. En als je door de zoeker van je camera kijkt, dan zie je de lichtmeter. Die loopt van -3 tot +3. En als deze op 0 staat, dan heb je volgens je camera de perfecte belichting te pakken. Je moet je camera wel vertellen waar hij het licht moet meten. En hier zijn 4 opties voor. Dat is een meervlaksmeting, een centrumgebogen meting, een deelmeting en een spotmeting. De meervlaksmeting, de naam zegt het al, meet het licht in de verschillende vlakken in je beeld en neemt hier een gemiddelde van. En de meeste camera's staan hier standaard op ingesteld, omdat het een hele betrouwbare soort meting is. Centrumgebogen meting werkt eigenlijk hetzelfde als deelvlaksmeting, maar de naam zegt het al, het centrum telt zwaarder mee. En dit is handig als je bijvoorbeeld een omgeving wil fotograferen met veel contrasten, waarbij je in het midden wil benadrukken. Het heet ook wel centrumgerichte meting. Bij een deelmeting wordt er slechts een deel van het midden van je beeld meegenomen in de meting, ongeveer 10%. En de rest van het beeld wordt niet meegenomen in deze meting. Spotmeting lijkt op deelmeting, maar er wordt nog minder van het midden van het beeld meegenomen in de lichtmeting, namelijk 2 à 3%. En dit is een hele specifieke manier om het licht te meten. Voor dit project heb ik met name een deelmeting gebruikt, omdat ik natuurlijk heel veel portretten heb geschoten. En zo weet ik zeker dat mijn model perfect is belicht en alle aandacht daar naartoe gaat. Dan heb je ook nog belichtingscompensatie. En hiermee kun je je camera automatisch laten onderbelichten of overbelichten. Als je je belichtingscompensatie bijvoorbeeld op -2 zet, dan belicht je camera altijd 2 stops onder. Nou, als ik moet kiezen tussen onderbelichten of overbelichten, dan zal ik voor overbelichten gaan persoonlijk. Denk dan aan ongeveer een halve stop, niet te veel. Als ik dan achteraf in de edit kijk van ik vind het toch iets te heftig, dan kan ik het nog prima aanpassen. Versus als een foto onderbelicht is en ik probeer hem weer naar het midden te trekken naar een fijne belichting, dan krijg ik eerder ruis of een vervelend effect op de donkere vlakken. Dus ik zou liever overbelichten. Nu weet je iets meer over hoe ik omga met lichtmeting en belichtingscompensatie. Wil je nou meer weten? Abonneer dan op ons kanaal. En in de volgende aflevering gaan we het hebben over belichting op locatie.